Welkom bij het Medicijnjournaal, een initiatief van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. In dit Medicijnjournaal praten we u bij over het belangrijkste geneesmiddelennieuws. Een nieuwe groep van geneesmiddelen voor diabetes komt op de Nederlandse markt. Het gaat om de zogenaamde SGLT2-remmers. Dapagliflozine, met merknaam Foxiga, is de eerste vertegenwoordiger van deze groep middelen. De Europese registratieautoriteit beoordeelt momenteel ook een tweede SGLT2-remmer. SGLT2-remmers grijpen in de nieren aan op de natriumglucose cotransporter 2. Deze transporter zorgt voor de terugresorptie van glucose naar het bloed. De SGLT2-remmers blokkeren de transporter, waardoor er meer glucose in de urine achterblijft. En omdat er dus meer glucose wordt uitgescheiden, daalt het bloedglucosegehalte. Het interessante is natuurlijk dat we nou een middel hebben wat helemaal onafhankelijk werkt van de alvleesklier en dus van insulineproductie. En dus gaan deze middelen ook geen hypoglycemieën veroorzaken. Dat is een enorm interessant aspect. Daarnaast zullen mensen er iets van afvallen, ze een beetje lagere bloeddruk krijgen. Dat is ook nog wel belangrijk. Nadelen zijn, denk ik, dat je er iets vaker genitale infecties mee ziet, iets vaker urine-infecties. En natuurlijk, ieder nieuw middel, daarvan weten we nog niet of het op de lange termijn ook veilig is. Het College voor Zorgverzekeringen adviseert dapagliflozine alleen te vergoeden in combinatie met metformine, waarbij de toevoeging van sulfonylureumderivaten niet mogelijk is. Het is niet bekend of dapagliflozine een afname van diabetische complicaties geeft. Daarnaast ontbreken gegevens over de veiligheid bij langdurig gebruik. De SGLT2-remmers zijn niet opgenomen in de NHG-standaard. Dat wil niet zeggen dat we die ontwikkelingen niet volgen, maar op dit moment is er nog te weinig evidence om een aanbeveling te doen om een SGLT2-remmer voor te schrijven. Agomelatine, een antidepressivum dat onder de merknaam Valdoxan in 2009 op de Nederlandse markt kwam, mag niet meer worden gebruikt door patiënten met leverfunctiestoornissen. Agomelatine was al gecontra-indiceerd bij patiënten met leverinsufficiëntie. Nieuw is dat bij patiënten ouder dan 75 jaar, met transaminasewaarden van meer dan 3 keer de normale limiet, agomelatine niet meer mag worden voorgeschreven. Bij alle patiënten die agomelatine gebruiken, moet de arts vooraf de leverfunctie bepalen. In mei 2013 waarschuwde het geneesmiddelenbulletin al voor het bijwerkingenpatroon van agomelatine. Het GBU noemt het onbegrijpelijk waarom dit middel tot de markt is toegelaten en waarom dit middel nog niet van de markt is gehaald. Daarnaast vindt het GBU dat artsen en apothekers agomelatine niet moeten voorschrijven of afleveren aan patiënten. Het jaarlijkse rapport van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen is voor de 8e keer gepubliceerd. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik maakt met dit rapport inzichtelijk in hoeverre huisartsen volgens de richtlijnen voorschrijven. Huisartsen die participeren in een FTO op niveau 4 volgen beter de richtlijnen dan artsen die bij een lager FTO-niveau aangesloten zijn. Ook een paar jaar geleden hebben we al onderzocht en ontdekt dat huisartsen in een goed functionerende FTO-groep hoger scoren bepaalde voorschrijfindicatoren. En het onderzoek van dit jaar heeft dat opnieuw bevestigd. We zien dat huisartsen doelmatiger voorschrijven op bepaalde geneesmiddelgroepen. We zien dat ze vaker preventieve medicatie voorschrijven, bijvoorbeeld bij astmapatiënten. Dus ja, eigenlijk hebben we opnieuw laten zien, 5 jaar na de vorige onderzoeken, dat goed FTO-niveau nog steeds werkt om huisartsen beter te laten voorschrijven. Daarnaast constateert het IVM dat ook het belonen door zorgverzekeraars een positieve invloed heeft op het voorschrijfgedrag. Via mvh.zorgprisma.nl kunnen huisartsen hun eigen cijfers inzien en vergelijken met regionale en landelijke cijfers en de scores van hun collega's. Ook apothekers hebben toegang. Uw eigen voorschrijfgegevens zijn dus altijd in te zien via mvh.zorgprisma.nl en het volledige rapport is te downloaden op medicijngebruik.nl. Valsartan, losartan, irbesartan. Zomaar een rijtje van angiotensine 2-antagonisten die in Nederland verkrijgbaar zijn. Onlangs is de 8e AT2-antagonist op de Nederlandse markt verschenen. Sinds begin 2013 wordt dit middel ook vergoed. Azilsartan, ook bekend onder de merknaam Edarbi, is net als de andere AT2-antagonisten bedoeld voor de behandeling van essentiële hypertensie. Azilsartan bleek in klinische onderzoeken niet werkzamer of veiliger dan andere AT2-antagonisten. Vanwege het ontbreken van lange termijn onderzoek en de hoge kosten
komt het geneesmiddelenbulletin tot de conclusie dat aceton geen toevoeging is aan het arsenaal van bloeddrukverlagende middelen. Nieuwe geneesmiddelen veroveren niet gauw een plaats in de behandelrichtlijnen. Dat heeft natuurlijk te maken met het gebrek aan gegevens over effectiviteit en veiligheid. Maar ook de hoge kosten van nieuwe geneesmiddelen spelen vaak een grote rol. Goedkoop als het kan, duur als het moet, hoor je vaak in geneesmiddelenland. Bijvoorbeeld bij de zorgverzekeraars. Ik praat over het beleid rondom nieuwe geneesmiddelen met Cynthia Regensburg, apotheker bij zorgverzekeraar VGZ. Welkom. Ja, dat vooroordeel of dat oordeel dat verzekeraars terughoudend zouden zijn ten aanzien van nieuwe geneesmiddelen. Hoe staat VGZ daar tegenover? Nou, VGZ is zeker niet tegen nieuwe geneesmiddelen. Er is een plaats voor nieuwe geneesmiddelen in die situaties waarbij men niet uit kan komen met het assortiment wat voor die ziekte aanwezig is voor artsen. Het is natuurlijk belangrijk, zoals je net zelf al aangaf, dat de balans tussen veiligheid aan de ene kant en risico's aan de andere kant, dat die balans goed is. Ja. Stel dat een arts besluit om een nieuw geneesmiddel voor te schrijven. Waar moet hij dan op letten wat VGZ betreft? Nou, voor ons is belangrijk dat een arts altijd begint met te kijken wat staat er in de standaarden voor deze ziekte. Dus met welk middel hoor ik te starten. En pas als daarmee niet uitgekomen wordt, is er een plaats voor nieuwe geneesmiddelen. En de rol van de apotheker daarbinnen? De rol van de apotheker is dat die met name let op, is het dit het moment waarop een nieuw geneesmiddel ingezet moet worden? Die kan in overleg treden met een arts om te kijken, is het een logische keus om dit geneesmiddel te nemen? Is het misschien verstandig om toch iets uit de standaard te pakken? Die kijkt met de arts samen naar, is er wel een vergoedingsstatus voor het geneesmiddel? Want er wordt vaak ten onrechte van uitgegaan dat als een geneesmiddel geregistreerd is, dat de vergoedingsstatus meteen ook op ja staat. Dat is lang niet altijd het geval. Hè, een geneesmiddel zoals bijvoorbeeld dapagliclozide, waar dit dat ook belicht is in dit journaal, wordt pas vergoed op het moment dat de metformine in combinatie met een SU-derivaat tot problemen leidt bij een patiënt. Pas dan is er een vergoedingsstatus vanuit de verzekeraars en tot die tijd niet. Dus dat is iets waar een arts zich van bewust moet zijn en waar de apotheker ook zeker een rol in kan spelen. Hmm. En wat verder nog belangrijk is, dat zowel de arts als de apotheker kijken naar welke bijwerkingen treden op die nog niet bekend zijn. Het is belangrijk om de veiligheid van deze middelen goed in kaart te gaan brengen. Dat is niet te doen tijdens het onderzoek waarbij eerst gezonde vrijwilligers gebruikt worden en daarna wel vrijwilligers die een ziektebeeld hebben. Maar vaak beperkt zich dat tot de relatief gezonde mensen met dat ziektebeeld. Maar daar komen ook CBG en LAREP in beeld, hè? Klopt. Die bijwerkingen monitoren. Ja, en daar kunnen de arts en apotheker ook een rol in spelen. Het is belangrijk dat ze de patiënt er ook op wijzen dat nog niet alle bijwerkingen bekend zijn. Ja, want ook patiënten kunnen melden natuurlijk. Ja, ja, klopt. En wat kunnen artsen of huisartsen van VGZ verwachten in de komende tijd, als het gaat om het aangesproken worden op het voorschrijfbeleid? Nou, wat wij bij VGZ doen, is goed kijken naar hoe ziet het voorschrijfgedrag in het algemeen eruit. Waar zitten veel kosten in, waar zitten weinig kosten in? En wij zijn sinds ruim een jaar bezig om spiegelinformatie te delen met de zorggroepen in Nederland, waarbij we artsen en apothekers goed in staat stellen om aan de hand van spiegelinformatie te zien hoe vaak zijn middelen voorschrijven die niet direct in standaarden voorkomen. En gaan jullie dan ook in gesprek met? Ja, wij gaan dan in gesprek met een zorggroep en wij laten aan ze zien welke artsen op gemiddelde zitten, bijvoorbeeld met middelen als Crestor of Energy. En we laten ook zien welke artsen ver boven de gemiddelde zitten met het voorschrijven van dat soort middelen. En zitten daar consequenties aan? Of is dat nog vrijblijvend? Dat is op dit moment puur te laten zien. En we maken wel steeds meer afspraken daarover. Ja. Maar in eerste instantie is de insteek laten zien. En hoe vaak worden ze aangesproken? Per kwartaal. Per kwartaal? Ja. Oké. Okay. Ja. Dankjewel voor deze toelichting. Dat was Cynthia Regensburg van VGZ. Niet volledig afkomen van je alcoholverslaving, maar een geneesmiddel slikken dat je helpt om je alcoholconsumptie te reduceren.
Het is de officiële indicatie van het nieuwe geneesmiddel Nalmefene met merknaam Selincro. Als het aan het College voor Zorgverzekeringen ligt, wordt Nalmefene binnenkort vergoed. Het middel is op meerdere vlakken te vergelijken met Naltrexon, een ander middel dat kan ondersteunen bij de behandeling van een alcoholverslaving. Overigens, volgens de productinformatie van dit middel, is voorzichtigheid geboden bij patiënten met psychiatrische aandoeningen of een lichte leverfunctiestoornis. Goed om te weten als u dit middel gaat voorschrijven of afleveren aan mensen met een alcoholverslaving. Dit was het Medicijnjournaal. U kunt het Medicijnjournaal op medicijnbalans.nl terugkijken. Ook de eerdere uitzendingen en er staat ook een uitwerking van dit journaal. We zijn geïnteresseerd in het verbeteren van dit journaal, dus u kunt ook een enquête daar invullen. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.